Het is een rage onder studenten en de grote nachtmerrie van docenten. ChatGPT. Zou jij deze robot bijvoorbeeld inzetten voor het schrijven van je scriptie? ChatGPT, zegt jou dat iets? Ja, dat zegt wel zeker wel wat. Heb je het wel eens gebruikt? Ja, ik heb het wel eens gebruikt, maar niet voor officiële dingen, dus niet voor studiedingen. Ik heb vanochtend wat gebruikt voor experimentele vragen gesteld. Dingen zoals wat code schrijven of een beetje verhaaltjes schrijven over van alles en nog wat. Zou je het gebruiken? Misschien voor iets als ik zeg maar het moeilijk zou vinden om het te concluderen of een beetje informatie ervan te vinden. Misschien dat dat mij zou kunnen helpen. Wat vind je van studenten die het wel gebruiken? Nou, als ze het gebruiken en er oprecht iets nuttigs uithalen, ja, gebruik lekker. Alles wat we hier doen halen we toch van het internet af. Veel van jullie zijn al bekend met ChatGPT, maar hoe werkt het nou eigenlijk? Je opent de app en stelt de eisen van je gewenste tekst samen. Bijvoorbeeld, schrijf een verslag over de ontwikkeling van AI. ChatGPT raadpleegt vervolgens meerdere online bronnen met betrekking tot AI. Aan de hand van AI is ChatGPT dus in staat deze informatie tot zich te nemen, samen te voegen en te herformuleren. En hierin zit dus het probleem voor docenten. Doordat ChatGPT nieuwe teksten genereert, zijn de plagiaatcontroles niet meer in staat te achterhalen waarvan de tekst is overgenomen. Saskia, jij bent docent in de Master Applied AI. Mm-hmm. We hebben jou twee teksten meegenomen over de opkomst van AI. Dus de vraag aan jou of jij het onderscheid kan maken. Ik heb in beide teksten geen volledige onzin gezien in hoe snel ik het heb gecheckt. Ik kan niet zeggen dat een van de twee beter is en dat is dan de student of dat is dan de AI. Dat kan ik niet zeggen, nee. Dat klinkt als een groot probleem voor docenten. Probleem of uitdaging zou ik eerder denken, inderdaad. We moeten er wel iets mee als docent. Als je toetsing volledig afhangt van het schrijven van teksten, dan moeten de docenten wel even aan de slag. Jij zegt eigenlijk de oplossing zit hem in het feit van de toetsafnames. Als je dat verandert naar mondeling en niet naar schriftelijk. Als je het over fraude hebt wel, ja. Is dit geschreven door een ChatGPT of door een student, denk je? Ik denk door een ChatGPT. Ja, het is heel netjes, komma's en ik zie bijna geen spellingsfouten. Eigenlijk is het te goed voor een student. Ja, zo kan je het een beetje wel zeggen.